hartelijk welkom allemaal. Geweldig om zo'n grote opkomst te zien in ons inloophuis. Ik ben Marieke Luk, ik ben bestuursvoorzitter en ben ontzettend blij om op deze dag hier te zijn. Een hele bijzondere dag op het inloophuis. Want we hebben natuurlijk de boekpresentatie van Linda. Linda Lawa, schrijfster van het boek 'Snachts hoor ik de troostvogel'. Mooie titel. Wat voor boek heb je precies geschreven? Ik heb een handboek geschreven voor leerkrachten en internbegeleiders in het basisonderwijs. Eigenlijk vanuit de behoefte aan informatie en inzicht van hoe kun je kinderen in het onderwijs begeleiden die te maken hebben met een ouder met kanker. Ik noemde de titel al. 'Snachts hoor ik de troostvogel'. Hele mooie. Hoe kom je aan die titel? Dat is een uitspraak van een van de kinderen geweest bij wie het inloophuis in de klas ondersteuning heeft geboden. Het was een klas waar een ouder kanker had en daar een overleden is. Dat had een grote impact eigenlijk op alle kinderen in die klas. En samen met hen ben ik over verdriet en troost gaan praten. En hebben we met elkaar naar het liedje geluisterd van Herman van Veen. Ja, die zingt, dit is een prachtig liedje. En aan de aanleiding van het liedje hebben we met elkaar gesproken. En dat was heel mooi. En dat heeft de kinderen ook goed geholpen om dingen te delen met elkaar. Kan je zeggen, wat zou je precies willen bereiken met dit boek? Wanneer ben jij tevreden als je iets bereikt hebt? Wat zou dat zijn? Ik ben sowieso al heel blij dat het boek er is. En dat zoveel mensen daar aan mee hebben gewerkt. En ik hoop dat het boek zijn weg vindt binnen het hele onderwijs. Het basisonderwijs. Zodat leerkrachten die hiermee te maken krijgen niet iedere keer het wiel opnieuw hoeven uitvinden. En zich hoeven af te vragen, hoe ga ik dit doen? En dat zij dat boek erbij kunnen pakken en de ervaringen van anderen kunnen lezen en tips en ideeën daarin kunnen vinden. Zodat ze direct met hun klas aan de slag kunnen gaan en vooral ook hun eigen vorm daarin kunnen vinden. Ja. Hoe kom je aan de informatie die je hebt gebruikt voor het boek? Ik heb vooral heel veel gesproken met leerkrachten en intern begeleiders die hiermee te maken hebben. Van wat kom je nou tegen? Ja, waar loop je tegenaan? Wat zijn nou gouden vondsten geweest eigenlijk en zou je met collega's willen delen? En wat ook heel erg belangrijk is geweest, is de gesprekken met de kinderen zelf. Ja. Vertel eens, hoe is dat dan voor jou als je op school zit en wat zou je willen? En wat heb je eigenlijk nodig van ons? Ja. Even de praktische kant. Hoe hoog is de oplage? En als mensen die kijken het boek willen kopen, bestellen, hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? De eerste oplage bestaat uit 1500 boeken. En die zijn verkrijgbaar en bij Inloophuis Haaglanden, maar ook via de uitgeverij. Dat is uitgeverij Pika. En via hun website is het boek te bestellen. Helemaal goed. Wij zijn vandaag in het inloophuis Haaglanden voor de presentatie dus van het boek. Hoe gaat de presentatie straks? Wat gaan we allemaal meemaken? Onze bestuursvoorzitter Marieke Lup zal het welkomstwoord doen. Zal ook vertellen waarom we dit boek wilden schrijven en hoe het tot stand is gekomen. Daarna zal zij het eerste exemplaar van het boek uitreiken aan docent Linda de Wekker. Zij is een van de leerkrachten die heeft meegewerkt aan het boek en bij wie we in de klas zijn geweest om ondersteuning te bieden. En daarna zal zij nog iets vertellen over hoe belangrijk het eigenlijk voor het werkveld is, hè, om daar wat handvatten eigenlijk in te hebben. En daarna gaan we natuurlijk uitgebreid iedereen bedanken die heeft meegewerkt en het feest met elkaar vieren dat het boek er is. Nou, heel goed. Succes met je boek.